We hebben vorig jaar in februari van 2014 vragen gesteld omdat we veel ongevallen zagen naar ons idee. Er lagen wat auto's hier en daar in de berm. Maar de resultaten van de vragen gaven aan dat deze ongevallen niet altijd geregistreerd zijn. Vaak worden mensen geholpen en uit de berm gehaald. Dus toen was dat niet zo'n actueel thema. Nu hebben we de laatste maanden een aantal zeer ernstige ongevallen gezien. En nu wordt dat geregistreerd. En nu stellen we vragen. Wat wij in eerste instantie verwachten is dat gekeken wordt, onderzocht wordt wat daar precies speelt. En we willen gewoon zien van wat is daar aan de hand? Rijden mensen daar te hard? Is de weg misschien verzakt of onveilig glad? Is het te smal? En daar willen we gewoon antwoorden op hebben. En vervolgens kunnen we dan kijken of er oplossingen zijn. U is gisteravond laat dan of vanochtend bekend geworden dat de provincie met een onderzoek start. Blij mee? Daar ben ik uitermate blij mee. Wij zijn er in 2014 al mee begonnen om hier aandacht voor te vragen. Nu, helaas na een aantal zeer ernstige ongelukken, is er extra aandacht voor. Wat dat betreft laat, maar in ieder geval goed dat er nu actie wordt ondernomen.